Ik volg de ontwikkelingen in Iran op de voet en ik hoop vurig dat de contra eindelijk uitbreekt. Maar ik hou mijn hart vast. Eind jaren 90 schreef ik in Teheran voor het Weekblad Vrij Nederland een grote reportage met de titel De Iraanse Lente. Er waren popconcerten, ik bezocht een internationaal filmfestival en via bevriende journalisten en schrijvers kwam ik op feestjes terecht... ...met meisjes in minirokken, Turks bier, vodka uit Azerbeidzjan, inheemse opium, ecstasy en Amerikaanse housemuziek. De Iraniërs hadden bijna onbeperkt toegang tot het internet een unicum in die regio, en de studenten mobiliseerden zich met de bedoeling een contra-revolutie tegen de aards-conservatieve moeders te beginnen, net zoals nu dus. Ik was naïef, want een jaar later bleek ik volledig naast te zitten met mijn reportage over de Iraanse lente. Er braken studentenrellen uit en ik vloog opnieuw naar Teheran. De Bassids, in naam de bewakers van de islamitische revolutie, maar in werkelijkheid niets anders dan fascistische falanges, scheurden op motoren door de stad en zeiden dood en verderf. Een paar verlichte hoofdredacteuren van dag- en weekbladen die ik een jaar eerder had geïnterviewd waren in koele bloeden afgemaakt.